Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga je in deze video wat meer laten zien over onze babykamer, hoe ik deze ga inrichten, welke stijl we gaan doen. En ik neem je mee in het proces hoe ik kies voor bepaalde kleuren en een bepaalde inrichting. En het moodboard wat ik heb gemaakt. En ik laat jullie alvast de eerste stappen zien die we hebben gezet voor de babykamer. Ik ben nu 20 weken zwanger en we hebben al best wat acties ondernomen op de babykamer. En dit heeft als reden dat onze babykamer boven bij ons zit, maar wij hebben een plat dak. Dus dat betekent als in de zomer echt super lekker weer is, dan is het daar heel erg warm. En dan wil je eigenlijk gewoon niet klussen. Dus vandaar dat we dachten, als we nou gewoon alvast heel veel dingen voorbereiden, heel veel dingen doen, dan is dat gewoon klaar en hoeven we daar niet meer over na te denken. En kunnen we dus in de zomer ja, lekker chillen in plaats van een babykamer verven. Aangezien we een jongen krijgen, vond ik het dus best wel lastig om te kiezen voor een kleur. Nou, wat ik zelf heel erg mooi vind, gewoon algemeen, is eigenlijk de natuurlijke tinten. Dus de natuurlijke kleuren en een beetje dat bruin en dat roestkleur. Dus dat vind ik op zich wel heel erg leuk voor een jongen. Dus vandaar dat ik voor gekozen heb om eigenlijk te starten met de kleuren bruin, taupe en roest eigenlijk. En daar ben ik eigenlijk verder gaan zoeken van wat voor producten passen erbij, wat voor materialen passen erbij en wat hebben we natuurlijk. Want we hebben bijvoorbeeld gewoon nog een commode van Jade en een bedje die gewoon wit zijn. Dat ga ik echt niet opnieuw kopen. En we mogen een webbingkast lenen van mijn zusje. Dus dan dacht ik, oh ja, zo'n webbingkast past heel erg bij een natuurlijke stijl. Dus ik neem jullie gewoon eventjes mee in mijn brein, in mijn denkproces, hoe ik voor de babykamer aan de slag ben gegaan. We beginnen bij het moodboard met de kleuren. Dit is mijn startpunt geweest. Ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar babykamer voor jongens op Pinterest. En toen vond ik dit kleurenkaartje. Met crème, een beetje zand, bruin en een beetje roestrood. En ik dacht, ja, dit is wel echt een mooi startpunt. Dus ik ben eigenlijk begonnen op mijn moodboard met deze kleuren. Nou, dus ik ben een beetje plaatjes gaan kijken en dingen die ik dus heel erg leuk vind. En nou ja, dit plaatje was er één van. En daar zag ik van die houten rekjes, die zijn van de IKEA. Zijn een eurotje of 17 per stuk. Maar het leuke is dat je die op twee manieren kan ophangen. Dus eigenlijk met de ronde stok boven en met de ronde stok onder. En zoals je ziet blijven er hier allemaal producten en boeken achter staan en hier kun je de dingetjes aanhangen. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dat vind ik wel heel leuk. En ze zijn houtkleurig, dus dat past heel erg goed in onze babykamer. Verder ben ik ook op zoek gegaan naar muurstickers in de kleuren bruin. Dat was heel lastig. Ik heb deze gevonden, maar die heb ik nog niet besteld. Dus ik hoop dat die nog leverbaar zijn. En ik heb van, volgens mij van Jolijn, heb ik van deze aankleedkussenhoesen. En dat is weer dezelfde kleur als de klamboe die ik heb gekocht. Dus dit is eigenlijk een beetje het idee, een beetje de stijl die ik wil. Dus toen ben ik aan de slag gegaan met de volgende muur eigenlijk, om zo maar te zeggen. Dit is de lange muur. We lenen deze webbingkast van mijn zusje. En wat ik heel erg leuk vind is van allemaal die spiegeltjes met verschillende vormen eigenlijk. Van rotan of bamboe of sisal. Om die aan de muur te hangen, gewoon ja, als versiering, maar ook om de baby naar zichzelf te laten kijken. En ik vind deze stoel heel erg tof. Nou, dus nog even de vraag of dit allemaal gaat passen. Dus ik begin eigenlijk gewoon met de kast en met die leuke spiegeltjes. En het maanlampje vind ik ook heel erg leuk, maar dat zijn niet de high essentials. Maar dit is wel een beetje de sfeer die ik wil. En voor die stoel moet ik nog eventjes sparen, want het is volgens mij niet een hele goedkoop, maar ik vind hem wel echt heel tof. Nou, en dit is dus eigenlijk het smalle muurtje, de achterkant. Daar heb ik dus deze klamboe voor gekocht. En het bedje van Jade, die hadden we nog. Dus dat is deze eigenlijk. Dus dit wordt de achtermuur. En zoals je ziet heb ik dus ook de achterkanten van het moodboard een beetje een kleurtje gegeven. De kleur is niet helemaal overeengekomen met wat ik in gedachten had. Maar ik denk wel wat we nu hebben dat het heel erg mooi kan worden. Dus we gaan gewoon kijken hoe straks alles staat daar met gordijnen, met de meubeltjes erin. En dan zien we wel
hoe het gaat worden en ik neem jullie dus mee. Maar zo heb je dus een beetje een idee van mijn gedachtenproces en hoe ik hierin ga. Dus ik ben eigenlijk al met de basiskleuren begonnen. Gekeken, wat hebben we? Wat kan ik lenen en wat moet ik nog kopen? En ja, welke kleuren passen daarbij? Dus we hebben dus een bruin tint gekozen, dat ga je zo meteen zien. En hoe de babykamer eruit ziet, zul je zo meteen ook zien. Vind je het nu al leuk? Geef alvast even een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ga ik je dus nu laten zien hoe we aan de slag gaan met de babykamer. Ik zal even voorbeelden laten zien van de babykamer. Dit is de babykamer nu. Het is eigenlijk mijn zen room. Ik heb hier een soort meditatieplekje gemaakt met moodboards. Ik heb hier een allemaal stenen liggen. Nou, de commode staat wel al hier, want toen we hem bij Jade weg hebben gehaald, hebben we hem gewoon hierheen geschoven. Bij Jade hadden we hier de commode staan en hier een kledingkast. Nou, hier komt dus zo'n webbingkast te staan. En dan komt daar het bedje en met ook een klamboe erbij. Dus dat is eigenlijk wel een beetje dezelfde indeling als bij Jade, omdat dat gewoon het beste werkt hier. En ik wil een beetje de natuurtinten houden, dus bijvoorbeeld dit kleed kunnen we gewoon lekker laten liggen. Deze is van Jade ook geweest, hadden we lampjes aan voor 's nachts, dus die kunnen we ook wel hergebruiken. En dan, dus dit zijn de voorbeelden. Dus die kast moet leeg en gaat weg. En ik heb hier nog allemaal kleding van Jade die ik aan het verkopen ben. Maar dan moet ik allemaal nog fotograferen. Dat is veel werk. Ik ben wel al een beetje begonnen met deze la. Want we hebben allemaal natuurlijk nog spullen van Jade. En ik heb even gekeken welke hydrofieldoeken we kunnen gebruiken. Nou, het zijn maar een paar roze. Dus die heb ik achteraan als reserve. Zo, de eerste stap is gezet. En die kast met boeken is weg. Alle boeken hebben we nu hier en daaronder en hier. Nou, daar was de tipi. Die is dus ook weg. Dus we gaan zo de gordijnen eraf halen en dan even alle gaten dichten. Zodat we gewoon een goede basis hebben om hier te gaan verven en er iets moois van te maken. Alle gaatjes zijn gedicht. Daarboven ook, want er komt een andere gordijnrails. En mijn vader probeert een beetje structuur aan te brengen op de muur. We gaan eventjes verf halen voor de babykamer, zodat we lekker aan de slag kunnen. Dat zit wel allemaal in. Oh ja, nee, dan vind ik deze ook wel mooier. Sandy Beach. Nee, die vind ik. Die is volgens mij ook een grijs toon. Ja. En dan. Ik denk dat dit te doen. Ja, dit kan ook heel mooi zijn, maar. Ja, prachtig. Want dit lijkt natuurlijk wel weer heel erg op. Ik heb het ding erbij. Ja. Goed daar. Oh, dat is misschien wel mooi. Ja. Het contrast is minder, hè? Deze is meer. Ja. Het is zaterdagochtend en Jade is logeren, dus het is een mooi moment om met de babykamer aan de slag te gaan. En vandaag gaan we verven, maar eerst moeten we nog iets anders doen. Want zoals je misschien ziet is dat de babykamer een beetje gebruikt wordt voor opslag. Nou, daar is het al gelukkig een beetje leeg. Maar hier de commode, alles ligt vol. Ik ben namelijk bezig met de kleding van Jade te verkopen, dus alles zit een beetje in tassen. Er zitten ook allemaal kleding die maten groter zijn en zo. Boeken uit de boekenkast die weg moeten, dus ja. En dat is wat ik gekocht heb voor de baby. Dus eerst gaan we dit opruimen en dan gaan we verven. We gaan eigenlijk het hele kamertje verven. Dus eigenlijk het wit van deze muren helemaal eventjes opnieuw. En dan die kleur die daar een beetje roze is, die wordt beetje dus café latte en deze muur wordt ook café latte. En hier komt een kast te staan en daar het bedje. Dus we gaan dit verven. Zodra het geverfd is, dan kunnen we weer verder met de volgende stap. En dat is gordijnen uitzoeken en de kast neerzetten en inrichten en zo. Maar eerst dus verven. En ik heb dit vorige keer heel lelijk geverfd. Echt niet zo netjes, zoals je ziet in de hoekjes.
Dus we moeten eerst dat eventjes bijwerken, zodat het in één keer goed gaat dekken allemaal. Ik heb wel verf gekocht die normaal gesproken goed dekt in één keer. Dat is de Flexa Creations Extra Mat. Daar ben ik heel enthousiast over. Die hebben we ook in de woonkamer en in onze slaapkamer. En ja, dus die gaan we hier ook gebruiken, omdat ik gewoon hou om alles gewoon één keer te doen en dan gewoon klaar. Kijk, daar is Sander met alle spulletjes om te verven. Alleen de commode laten we staan natuurlijk, dus die schuif even opzij. En Sander is netjes de vloer aan het afplakken. En dan gaan we beginnen eventjes met die lelijke stukjes. En dan komt het echte werk. Even een ander klusshirt aan. Deze had ik ook aan toen we hier kwamen wonen, 4,5 jaar geleden. Toen ik zwanger was van Jade, want dat was een overhemd waar Prima de buik in kon. En die vond Sander net, dus dat is mooi. Zo, check. Ben ik klaar voor. Oké, dan. Hier. Boven. Oh ja, nou netjes hoor. Ja? Ja. Het is te veel dat hoekje, maar het komt zo wel goed. Ja, ja. Zo ziet de kleur er nu uit voordat ik geroerd heb. Het is een beetje lichtbruin. Ik zie het wel een beetje gele ondertoon. Dus we moeten even zien hoe dit eruit komt te zien. Maar we wilden een beetje een zandkleur. Zonder grijs, maar eerder met een bruine basis. Omdat veel kleuren in de kamer bruin tinten zijn. Dus even goed roeren. Ja, heel benieuwd naar het resultaat. En als het toch te geel blijkt, dan kunnen we altijd nog overheen verven. Nou, de verf zit erop. Het galmt hier een beetje. We vinden het zelf wel een beetje geel. Dat vonden we al tijdens het verven en nu het aan het opdrogen is nog steeds. Eventjes kijken als straks de meubels erin staan hoe het eruit ziet. En anders ga ik het nog een keertje verven en dan met een iets bruinere tint. Ik had hem iets meer taupe verwacht, iets meer bruin, iets minder geel. En we hebben de witte muurtjes dus ook nog een keertje gedaan. Zodat het gewoon echt helemaal even af en strak is. Maar ik denk straks misschien met de meubels erin dat het wel mee kan vallen en nog wel leuk kan zijn. En anders gaan we gewoon nog een paar uurtjes opnieuw verven.
Nog eventjes een update vanuit de babykamer. Ik ben al een beetje gewend aan de kleur. Op zich ja, is het heel mooi. En ook met de natuurtinten en het hout komt eigenlijk de kleur wel goed uit. Er moeten natuurlijk ook nog gordijnen komen. Dus ik zal ook nog eventjes de commode laten zien. Nou, de commode staat op de juiste plek. En we hebben ook het aankleedkussen neergelegd. Die lampen die krijgen allemaal straks allemaal een mooi plekje. En dit was de eerste update van de babykamer. Dus de kleuren en eigenlijk ja, de basis. Hè, het leeghalen, het opbouwen. En in de volgende video over de babykamer zul je zien wat het resultaat wordt. Dus dan zal ik laten zien ja, als alle meubeltjes staan. Dat we gaan afstylen, dat de plankjes opgehangen worden. En alle leuke dingen om het gezellig te maken. Gordijnen niet te vergeten. Dus als je dit leuk vindt, volg me dan, abonneer je op mijn kanaal en geef de video een duimpje omhoog. En ik zie je snel weer in een volgende video. Doeg!